Yo, Jordi hier. Ja, we gaan het hebben over iets compleet nieuws. Of is het nieuw? Want het bestaat toch wel weer een tijdje. Alleen, het werd niet gebruikt. Weet je wat echt niet nieuw is? Is namelijk... Pompidompidom, ja, nee... Ultra wideband. Wat is ultra wideband? Zou je afvragen. Nou, het is iets wat langzaam in de technologie groeit. Is dat een zin? Ultra wideband is gewoon een draadloze technologie. Dus zoals wifi, zoals bluetooth, ja dat. En in de toekomst gaan we dat gebruiken. Steeds meer. Of nou ja, steeds meer. We gaan het überhaupt nog gebruiken. Binnenkort komt de iPhone 12 aan. Die gaat het hebben. Maar ook de iPhone 11 heeft het al. Alleen je weet er waarschijnlijk niks vanaf, want het werd gewoon niet gebruikt. Dus wat doet ultra wideband? Nou, je kan gewoon verbinden met apparaten. Wauw. En het kan tot wel 10 meter afstand of zo. En dat heeft een snelheid van 1 gigabyte per seconde. Dus dat is best wel snel. Dus als je iets wil sturen naar het andere apparaat, dan zoef. Dan gaat het in 1 seconde heb je een bestand van 1 gigabyte gewoon verstuurd. Van 10 meter afstand. Dus oké, we weten het. Het zit in de iPhones. Maar wat kun je er eigenlijk mee? Want dan moet een ander apparaat ook ultra wideband ondersteunen. En dat gaat eraan komen. Bijvoorbeeld, je krijgt ultra wide tags. Ja, inderdaad, tags. Die kun je gewoon op allerlei producten plakken en daarmee kun je verbinden. Wat dacht je van je sleutel? Als je daar zo'n tag aan hangt, dan kun je gewoon aan je sleutelbos hangen. Dan kun je gewoon met je telefoon, die dat ondersteunt, tot nu toe alleen iPhones, zou je zeggen. Maar ook de Samsung Galaxy S20 Ultra heeft het als eerste Android smartphone. Misschien wist je dat ook niet. Maar dan kun je dus zeg maar met die technologie, kun je je sleutels vinden. Maar niet alleen dat, want Apple heeft ook een nieuwe horloge uitgebracht. De Apple smartwatch, de Apple Watch Series 6. En die heeft ook zo'n U1 chip, noemen ze dat. En dat ondersteunt ook die technologie van die ultra wideband. En dan kun je ook gewoon je horloge vinden, want daarmee kun je verbinden. Maar waarom zou je dat gebruiken en niet Bluetooth? Want we hebben al Bluetooth. Je kan al verbinden met Bluetooth met alles. Nou, het is waarschijnlijk de opvolger van Bluetooth. Althans, een opvolger, dat gaat jaren duren waarschijnlijk. Want ja, Bluetooth, we kunnen niet zonder. En Bluetooth heeft ook nog steeds verder bereik. Dus het heeft ook één nadeel vergeleken Bluetooth. Dus duurt het nog even. Maar het is wel beter. En de golven zijn ook breder. Dus worden ze ook minder snel onderbroken. En is het natuurlijk ook sneller. Dus het is gewoon de opvolger van Bluetooth. Alleen, daar gaan we wel even een tijd overheen zitten. Want er zijn nog te veel apparaten die Bluetooth ondersteunen. En geen ultra wideband. Dus daar komen we voorlopig nog niet vanaf. Maar waarin het ook superieur is, is het is ook gewoon veiliger en betrouwbaarder. Want met ultra wideband kun je gewoon zien waar het ligt. Letterlijk. Stel, ik heb hier een Galaxy Note 20 Ultra en ik heb hier mijn sleutels. Dan weet hij nu dat de apparaten tegen elkaar liggen, maar nu weet hij dat er ongeveer een meter tussen zit. Bij Bluetooth heb je dat niet. Dus liggen mijn sleutels ergens door mijn kamer. Ik kom met mijn telefoon zo als een of andere metaalscanner. Ik kan hem zo vinden. Met Bluetooth, ja, succes, maar je bent best wel een tijdje op zoek. Ja, en Apple gaat echt van die tags uitbrengen. Die zullen pittig duur zijn. Misschien wel 100 euro per stuk, maar goed, koop je. Dan kun je gewoon die aan je sleutelbos hangen of ergens opleggen. Of weet je, dan kun je er gewoon dingen mee doen wat je maar wilt. En dan kun je gewoon alles makkelijk terugvinden. Je kan er bijvoorbeeld ook... Dat is mijn wekker. Je kan hem bijvoorbeeld ook gebruiken in je auto of bij je voordeur. Als je gewoon in de buurt bent, ik bedoel, je telefoon weet hoe dichtbij je bent, dan herkent hij van, oké, de eigenaar van deze huis of de auto is in de buurt, dus klik, de slot gaat open en je kan naar binnen. Ik bedoel, het is best wel lastig om een slot open te draaien. Ja, nou herinner ik me wel. Onze deur zit wel eens op slot met de sleutel aan de andere kant en dan kun je helemaal niet binnen. Lullig. Dus ja, zet hem op met je ultra wideband. Maar ook in de auto is dat heel handig, want dan hoef je daar ook geen sleutel te gebruiken. Alhoewel kun je tegenwoordig op een knopje drukken en de slot eraf halen, maar het is beter en veiliger en betrouwbaarder. Dus oké, welke apparaten hebben het allemaal? De iPhones 11, de iPhones 12, daar komen er ook weer 4 vanuit, die zullen het er waarschijnlijk ook allemaal hebben. De Apple Watch 6, de Samsung Galaxy Note 20 Ultra, dat is de enige Android telefoon tot nu toe die dat heeft. En in Amerika hebben ze ook de Galaxy S20 Fan Edition 5G Ultra Wideband. Exclusief bij Verizon, om een of andere reden. Dus vlieg even naar Amerika als je dat wilt. En twijfel ik er niet aan dat er meerdere telefoons en meerdere apparaten dan gaan krijgen. Ook de tablets, ook mijn, ik wou zeggen airfryer, mijn airco. Ook mijn computer, ook mijn ventilator, ook mijn draadloze oplader. Alles. En natuurlijk ook mijn koptelefoon. Maar eerder dat we zover zijn, zijn we weer even verder. No shit, Sherlock. We zijn al een stapje verder. Nu die Note 20 Ultra, ik wist dat eerst ook niet. Toen ik las dat de Note 20 Ultra dat had, dacht ik van oké, nu
gaat dat komen. En dan kom ik naar de stelling van deze video. En dat is, zou jij een telefoon kopen of een ander apparaat speciaal voor de ultra-wideband technologie? Ja of nee? Gooi het in de comments hier beneden. Of... Ik deed hem bijna weer. Maar stemmen kan niet. En hoezo ben ik nou zo slim om dan weer naar boven te wijzen? Ik zou het wel doen. Ik bedoel, ik zou geen Note 20 Ultra kopen speciaal voor dat. Maar ik zou wel geleid worden door Ultra Wideband. En denk van, oké, dit is handig. Dit moeten we gewoon hebben. Ik bedoel, het is de toekomst. Ik bedoel, ik denk hier hetzelfde over als met 5G. 5G, dat wil je gewoon hebben. Want dat is gewoon de nieuwe generatie internet. Ultra Wideband is eigenlijk nog beter zelfs. Want daar heb je tenminste wat aan. Want je kan al je troep terugvinden. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Gooi een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer, rinker de bel. En dan zie je de volgende video extra snel. En klinkt als dat me ook maar eens doet, vind ik het heel erg leuk. En tot de volgende keer maar weer. Letters.